Deze podcast is een radioreportage van 3 mei 1945 die gemaakt is door de Binnenlandse Strijdkrachten in Rotterdam. U krijgt een verslag te horen van de ontvangst en verwerking van het voedsel dat door de geallieerde vliegtuigen bij Terbregge gedropt werd voor hongerend Rotterdam. Hier is de reportagedienst van de NBS, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Dames en heren, u heeft vermoedelijk al gehoord wat we aan het doen zijn. We proberen om een reportage te maken van het uitwerpen van het voedsel boven Rotterdam door geallieerde vliegtuigen. Het is vandaag 3 mei. Het is 's middags, een uur of drie. U zult u misschien afvragen hoe het mogelijk is dat we nu al een reportage kunnen maken terwijl West-Holland nog door de Duitsers bezet is. En we dus nog niet met onze reportagewagen kunnen rondrijden. Maar we staan op het ogenblik boven op het... In de wind op het dak bij de Firmia Min in Rotterdam. De naam zal door het hele land wel bekend zijn. En de Firmia Min beschikt over een eigen installatie om elektriciteit te maken. Verder heeft een van de heren Jemin hier, een van de leden van de directie, om in Jemin-taal te spreken, meneer Harry, beschikt over een opnameinstallatie die werkelijk aan alle eisen voldoet. En die heeft hij welwillend in bruikleen aan ons afgestaan. Zodat we dus in staat zijn om u deze interessante reportage over te kunnen geven. Het is de laatste dagen is het hier eigenlijk niet stil geweest voor vliegtuigen. Op het ogenblik vliegen Lancasters. We hebben ook vliegende forten gezien van de week. En het gaat in één onafgebroken stroom gaat het op het ogenblik door. Ze komen hier allemaal hier overheen. Er komen ook vliegtuigen die een beetje meer links of rechts vliegen. Dit is natuurlijk een tref als ze net over het gebied gaan. Ik hoop dat er straks nog een paar komen, zodat u goed het geluid kunt horen. Het voedsel wordt hier uitgegooid aan het terrein achter de Kralingse Plas. Je kan het hier heel duidelijk zien. Er gaat net een toestel, dames en heren. Je ziet de luiken openklappen, de bomluiken. En dan is het net of je een rookwolk eronder ziet. Het is ongeveer, ik denk, een drie kwart kilometer hier vandaan. Dus we hebben een prachtig gezicht erop. Zo nu en dan zie je ook wel eens een lading in de Kralingse Plas verdwijnen in plaats van erachter. Maar dat is geen bezwaar, dat wordt er later wel weer uitgevist. Omdat het uitgooien van het voedsel een paar dagen bezig is, zijn ze hier beneden bij een min al bezig om het uitgegooide voedsel dat verzameld is binnen te brengen. Het wordt hier ook al gesorteerd. Ik zal straks met de microfoon even een kijkje op die afdelingen gaan nemen. Kijk, op het ogenblik komen er... Ja, dat is heel aardig. De mensen staan hier op dak te zwaaien. En een van de staartschutters die zwaait terug aan ons. Je kan heel duidelijk de letters zien op de vliegtuigen. Ook de mitrailleurs uit de gevechtskoepels die onder en boven de vliegtuigen zitten. Het is werkelijk een prachtig gezicht. Ze vliegen hier allemaal over en langs de molen die op het Oostplein staat. De molen werkt op het ogenblik. Daar wordt het meel alweer verwerkt dat uitgegooid is. En het is voor die Amerikanen lijkt een reuze aardig gezicht dat ze nou een echte Hollandse windmolen zien. Waar ze altijd zoveel over vertellen. Als niet van de mensen met klompen niet. Waar ze ook altijd zo vol van zijn. Ik geloof, dames en heren. Ja, daar komt hier een hele vloot van vliegtuigen aan. Ik tel er 2, 4, 6, 8. Ja, 11. En daarachter zitten er nog meer. Nou, het is werkelijk een fantastisch gezicht. 15 stuks tellen ze hier al. Ja, ik kan geen overzicht meer krijgen. U hoort ze zeker wel. Ze vliegen van alle mogelijke kanten. Ja, daarachter vliegen ze ook weer. Ja, de mensen op het dak staan hier allemaal te zwaaien en opgetogen te roepen. Ik weet niet of u dat horen kunt. Het is nogal moeilijk om hier een plaats te maken. Ik zal nu eens met de microfoon naar beneden gaan, een paar verdiepingen lager. En dan zullen we eens even gaan kijken hoe het goed naar binnen komt, hoe dat verder gebracht wordt. Dus tot straks, dames en heren. Terwijl verslaggever Koos Groeneveld van het dak naar beneden gaat, kan ik vertellen dat een deel van de fabriek in puin ligt door het oorlogsgeweld, maar dat de rest desondanks in bedrijf is als de centrale gaarkeuken voor Rotterdam. Daarbovenop is men nu ook bezig met de verwerking van het uitgeworpen voedsel, zoals ingeblikt vlees, groenten, meel, bonen, etc. Ik ben hier in de ruimte waar het voedsel voorlopig is opgeslagen en er ligt een stapel van alles. Er ligt hier een stapel zakken, nou ik schat van een meter of vier hoog. Het is een van de grote fabriekshallen van de fabriek hier van Jemin. Die is werkelijk, zover je kan zien, ligt hier vol met zakken. En het staat vol met dozen met noodrantsoenen. Ja, het is moeilijk te schatten of het binnengebracht is. De eerste dag is er gereden van 's morgens avonds 11 uur. Zo geweest dat 's avonds om 11 uur brandbol op licht. Waar wat na zo'n zware dagtaak aan verduistering stoorde men zich niet en iedere daar.
Zelfs ver in de stad is die bleek later, dat de mensen eerst daar, hè? Ja, ga je. Er kan straks even heen zullen gaan. In verband met die voedselvoorziening verlicht was. Er werd ook helemaal die avond niet de hand gehouden aan het 9 uur binnen zijn. Het was net de eerste avond dat we weer om 9 uur binnen mochten zijn, maar de mensen hebben tot 12 uur, 12:30 over straat gelopen. U begrijpt wel dat ontzaglijk veel van de mensen vergt hier. Die zijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer. Maar er moet gezegd worden, er wordt hier door de voedselvoorzieningautoriteiten en door de directie van Jemin uitstekend voor de mensen gezorgd. Ze krijgen geregeld te eten en ze zijn niet zo gewend geweest. De wagens staan buiten te wachten en die in twee richtingen van binnen van uit de wagens geladen. De andere kant komt hier weer terug. Die gaat naar de lift toe en die gaat naar boven, naar afdeling. Er is het ogenblik niet. Alleen, zoals ik al verteld heb, de ontstellende hoeveelheid, dus maar dat het in zulke ontzaglijke hoeveelheden mogelijk was, dat hadden wij niet kunnen denken. De regeling is hier perfect, er wordt vlot gewerkt, de mensen lopen elkaar niet in de weg, wat al een kunst op zichzelf is, met een vervoer dat zo min of meer geïmproviseerd moet worden, nietwaar. We zullen nu eens een kijkje gaan nemen op de afdeling waar de zakken verder gesorteerd worden. Dames en heren, we hebben onze gang naar de kantine nog even uitgesteld, want het is te aardig om hier nog even rond te lopen. Er is zoveel verleidelijks. Ik zal eens even een paar dames vragen wat ze hier doen precies. De dames hier. Vertelt u eens, wat doet u hier op het ogenblik? Ik bedoel, wat soort werk doet u? Wat is uw zaak hier? Nou, vanmorgen heb ik eerst zakken bloemen aan me opgeladen. En toen naar de stapel gebracht waar ze horen. Daarna heb ik zakken waar de label vanaf waren gesorteerd en uitgezocht wat erin zat. De labels opgeschreven en aangeplakt en weggebracht weer. En nu sta ik de goed in ontvangst te nemen en dan aan de meisjes die de wagens hebben van bijvoorbeeld bloem doorgeven, suiker doorgeven, vlees doorgeven. Dus u sjouwt de hele dag met die zakken eigenlijk. Heeft u veel gedaan? Is dat niet vermoeiend? Ja, want ik had zakken bloemen, die waren erg zwaar, maar het valt toch wel erg mee. Ik ben niet moe nog. Ja, u ziet wat voor moeite er gedaan wordt hier op het ogenblik. Hoe de dames sjouwen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ik heb hier nog een andere. Mevrouw, vertelt u eens, wat doet u? Nou, niet veel hoor. Niet veel? Nee. Dus er zijn toch ook mensen hier die niet veel doen, maar wat doet u dan? Nou, ik maak zakken open en kijk wat erin zit. En dan geef ik die zakken verder. Ja, en doet u dat niet veel? Dit is nogal een uitgebreide werkding, ja. Ja. En wat voor heeft u nog een bepaalde afdeling of zo? De zakken waar die voor de hand liggen? Ik ben de voorsnijdster. De zakken waar geen label aan zit, mag ik openmaken en dan mag ik de verrassingen zien. Ja, en is dat gekomen? Vertel me. Verrassingen. Ja. Nou, ze zijn erg verscheiden, hè. Ja, wat bent u zo al tegen? Nou, aardappelen en erwten en chocolade worden wel hevig omgevochten. Oh, toch wel, als het kapot is, heb ik gehoord, mag er wel eens van geproefd. Natuurlijk, ja. Dikke die niet kapot is, kapot. Nou, dat is natuurlijk, heb je zelf natuurlijk. Met andere dames vragen, ze lopen allemaal weg, ze zijn een beetje bang voor me komen. Oh, ik heb hier nog iemand. Het is geen dame, maar een of die nogal een leidende functie heeft. Vertelt u eens, wat doet u hier? Abonnee staat hier op de basis komen. Dan moet die meisjes orders geven, inlichtingen geven hoe ze die zakken op de tafels moeten gooien met de labels naar voren. Dat de meisjes die aan de andere kant van de tafel staan zich goed kunnen oriënteren hetgeen wat er op de label staat. Ja, ja. En vandaag zo hier. Ik kan in rust zeggen in een seconde stil te staan, dat gaat steeds door. Hoeveel is al binnengekregen hier? Is dat niet de zakken uit te drukken? Is dat meer een ton te zeggen? Dat zou ik uit kunnen drukken. Nee. Dan zou ik ook niet, maar niet doen, want dan ben ik mee. Dus je bent hoor ik zo. Ja, is wel gemakkelijk. Ja, u ziet de dame, ze zijn nou niet bang. Toch. Zegt u eens wat. Ik wagen af en god, meneer Pieter. Is het leuk werk? Hallo? Ja. Maar gaat niet hard werken, want dat is mijn volde, hè? Nou ja, dat die dat nodig hebben. Nou, er is ontzaggelijk hard gewerkt. Dan nu ons bezoek aan de kantine. We zijn nu gekomen aan een buitengewoon belangrijk punt van onze reportage. Dat is namelijk, dames en heren, de verzorging van de inwendige mens. U begrijpt wel, als er gewerkt wordt van 's morgens 7:30 tot 's avonds 8:00. En als er hard gewerkt wordt, dat daar wel het een en ander voor gedaan mag worden. Er is een oud-Hollands spreekwoord dat zegt, nagedane arbeid is het goed rusten. Maar we zouden hier kunnen zeggen, nagedane arbeid, of liever gezegd, na half gedane arbeid is het goed eten. Als u ook ziet welke fantastische hoeveelheden eten hier opgegeten worden, dan zou het werkelijk versteld staan.
Ik heb hier bij me staan meneer Bijkerk, dat is de fabriekschef hier. Ik zou graag even een paar dingen willen vragen. U heeft zeker met al die extra mensen een hoop extra drukte gekregen. U had al de drukte van de centrale keuken. Vertelt u eens, wat maakt u per dag extra ongeveer? Nou, we maken op het ogenblik per dag ongeveer een 4000 kilometer meer. 4000 ja. kilo? Ja, dat is een bezwaar. Want we hadden al een capaciteit van een 50.000-60.000 liter. Dus dat is niet zo'n groot bezwaar. Het geeft natuurlijk wel meer werk, omdat het natuurlijk kantinewerk is. Ja. Hoeveel mensen schat u op het ogenblik dat hier in de kantine aan het eten zijn? Ongeveer 800. Ongeveer 800 mensen krijgt u. Dat is wel een formidabele hoeveelheid. En ik sta hier vlakbij de toonbank waar het eten uitgedeeld wordt. Ik geloof dat zo te zien is het aardappelen met bruine bonen. Ja, dat geven we regelmatig omdat het tamelijk zwaar werk is. We gaan daar continu mee door. Omdat wij beginnen 's morgens om 6 uur al en we stoppen wanneer het veld zegt wij stoppen. Wij wachten rustig op de commando van het veld af. Het kan 12 uur zijn, het kan 1 uur zijn, het kan 2 uur zijn. Desnoods werken we door. En vandaar dat wij natuurlijk een stevige pot maken. Ja. Dus u heeft zelf wel een perk hier. U heeft werkelijk uw handen vol. En ja, wat kookt u zo in het algemeen? Is dat enkel vast voedsel of is dat ook soep? Ik heb wel eens iets gehoord dat er ook in de centrale keuken soep gemaakt wordt hier. Er wordt in de centrale keuken ook golven soep gemaakt. Wij hebben bijvoorbeeld het Zweedse Rode Kruis eten, nietwaar, dat was zeer voortreffelijk. Hebben wij een 40 ton per dag gemaakt. Zo. Daar hebben wij heel veel lof van gehad, ook van de dominee Wilschut. Dat is pas een van de afgevaardigden van het Zweedse Rode Kruis. Die is hier de directie van de firma Zeeman nog speciaal komen complimenteren. Zo, dat is wel een succes dan. Ondanks alle moeilijkheden die u ongetwijfeld heeft te overwinnen gehad daarvoor. Ja, hebben we heel veel. We hebben heel veel moeilijkheden. Maar ja. Moeilijkheden zijn er om opgelost te worden. Ja, als ik alleen maar denk aan het ontbreken van kolen, niet waar, het uitvallen van de elektriciteit. Enzovoort. Ja. Maar ondanks dat komen we elke dag zeggen we dat is weer een dag. En elke dag zeggen we dat is weer een behoorlijke soep. En elke dag zeggen we hebben die 40 ton tenminste weer afgeleverd. Maar ja, dat doen we natuurlijk niet alleen, niet waar. We hebben in elk geval onze medewerkers, hè, onze collega's. Niet te vergeten meneer Molenbroek, niet waar, die feitelijk ook dag en nacht praat is. Ja, meneer Molenbroek is de chef van de technische dienst. De chef van de technische dienst, ja. Die zitten zo ongeveer wel dag en nacht niet waar met Piasje al in het ketelhuis. Hè? Ja. Je kan wel haar zeggen in het teerhuis. Hè? Oh, is dat tegenwoordig? Ja, tegenwoordig het teerhuis geworden, want we stoken met teer. Hè? Oh. Een kooltje is er natuurlijk niet meer te bekijken. Nee. Daar is geen sprake meer van. Dus u bent op teer overgeslagen? Ja, in elk geval, ja. Moeilijkheden mee gaan. Oh ja, heel veel. Maar dat is technisch, daar kan meneer Molenbroek misschien bij gelegenheid wel eens een praatje over maken. Het zit ons vandaag wel buitengewoon mee, dames en heren, want zojuist komt hier binnenlopen meneer Ten Bos, de voedselcommissaris van het grootstadsgebied Rotterdam. En meneer Ten Bos is zo bereidwillig om ook een en ander te vertellen. Trouwens, als er iemand is die wat vertellen kan, dan is dat eigenlijk wel meneer Ten Bos. Meneer Ten Bos, ik hoef maar één ding aan u te vragen. Bent u tevreden? In de eerste plaats vind ik het zeer prettig dat u, terwijl ik hier zo in deze sfeer kom binnenvallen, als voedselcommissaris van Rotterdam gemeend hebt te moeten uitnodigen om hier iets te zeggen. U weet, de titel is wel enigszins anders en de familiaire titel is eenmaal voedselcommissaris, dus ik zal me dit maar aan laten leunen. Tevreden inderdaad, ik ben tevreden en er is ook wel enige aanleiding voor op- en aanmerkingen. En dat komt hoofdzakelijk doordat we in buitengewone mate verrast zijn door de zendingen die uit de lucht ons bereikt hebben. Niemand kon bevroeden in welke kwantiteit, ook wij hadden daar geen hoogte van, zodat in de eerste dag bij het neerwerpen er niet voldoende mensen gereed konden zijn om de zendingen in ontvangst te nemen. Intussen is dat bij de latere vluchten beter geregeld. Het controleapparaat, de politie, de rechtelijke instantie, alles werkt samen. En wij kunnen op die manier met de medewerking ook van de vervoersinstanties, de bevolking die zelf met wagens aankomt, kunnen wij de zaak van lieverlede onder de knie krijgen. Alleen is het pech van Rotterdam dat zij een terrein heeft aangewezen gekregen dat, zou ik zeggen, onder water gezet is door de vele regens en de slechte afvoer van het Maalgebied. Ja, als ik even vragen mag, meneer Ten Bos, door wie is dat terrein aangewezen? Van welke instantie gaat het? Dat terrein dat is niet door de Nederlandse instantie aangewezen, naar ik weet. En we hebben dat doorgekregen en aanvaard. Maar de meeste kritiek, of liever gezegd de enige kritiek die fel zou moeten zijn, dan zou het zijn het terrein van Terbregge. Dat dermate doorsneden, zo sloten en zo onder water gelopen, dat zeer veel van de mensen wordt gevraagd.
Maar er staat tegenover dat nu we dat moeten doen en spontaan die medewerking wordt gegeven uit alle mogelijke kringen, de ambtelijke kringen, zowel van Rijk als van gemeente, diverse industrieën, dat die mensen ook natuurlijk nu behoorlijk gevoed worden en ieder krijgt een liter eten per dag plus nog twee kaken en zal dan niet te klagen hebben dat hij tekort komt. Nee, dus weet dat het eten in dit geval door de firma Chemin wordt bereid, waar ik nu hier als spreker sta. En wat zeer veel lof over die warme hap, zullen we dat noemen. Het prakje. Meneer Van Beek, meneer Ten Bos, er is nog één vraag die ons op de lippen brandt. Kunt u al iets vertellen over het wanneer? Voor het wanneer, dan zou ik nog eerst even willen terugkomen op de wijze waarop de medewerking in Rotterdam wordt verleend. En dan mag ik toch ook even wijzen op de kleine staf van medewerkers. In de eerste plaats hier de plaatsvervangend gemachtigde. De heer Weverbeek van Stolks Commissie Handel. De heer Van Wijk, de directeur van de brouwerij De Oranjeboom, die ook deze dagen van 's morgens tot 's avonds laat bezig zijn geweest. En niet te vergeten de verschillende hoofdambtenaren van het Rijksbureau, van het AVA, van het Hoofdbedrijfschap, diverse gemeenteinstanties. Kortom, alle mensen hebben samengewerkt om datgene ervan te maken wat we nu tot dusver bereikt hebben. Namelijk de goederen zijn afgevoerd naar de diverse panden. Is ons bekend de spontane medewerking van de Persimmon, waar ik nu op het ogenblik sta om hier voor de microfoon te spreken. We denken hier even aan de medewerking van Van Elle. We denken hier aan de medewerking van de Blauwe Molen aan, wil zeggen. Niet alleen om de bloem te verwerken die van Engeland ons gezonden is, maar ook nog op andere wijze. We denken even aan zijn vervoersinstantie. We denken zelfs aan zijn auto die de beschikking heeft gesteld om het werk mogelijk te maken. Laten we even nagaan de verschillende schippers die hun lichters ter beschikking hebben gesteld. En denkt u dan niet het minst aan de eenvoudige mensen, of misschien zelfs niet eenvoudige mensen, die nu dagelijks door het water plassen om die goederen aan te voeren. En dan zegt u wanneer, wanneer, en dat is de grote vraag, dat voor mij ook nog een grote vraag is, we zijn nog niet zover, dat we volledig hebben kunnen inventariseren en dat we een bon kunnen aanwijzen om te zeggen, u krijgt dit en u krijgt dat. Want men heeft een zodanige verscheidenheid gegeven dat de selectie nog wel enige tijd zal vorderen. Ik hoop dat u spoedig in de gelegenheid zal zijn om te horen. Dat en dat zullen we uit de Engelse, Amerikaanse zending krijgen. In ieder geval de spontaniteit bij het publiek, dat weet u, is zeer groot geweest toen we voor het eerst in 34 kwamen. En dat ze buitengewoon dankbaar zijn dat ze nu eindelijk uit de nood gered zijn. Nou, meneer Ter Bos, dan dank u vriendelijk voor de inlichting die ons heeft willen geven. En we hopen dan dat het wanneer toch vlug zal mogen komen. U zult zelf het beste weten dat het hard nodig is. Inderdaad, inderdaad. Dames en heren, dan zal ik u nog eens even aan iemand uit de kantine hier vragen hoe het eten bevalt. Meneer, vertelt u me eens, heeft u al gegeten hier? Jazeker, nou ja. En wat denkt u van het eten? Bevalt het u? Ja, zeker. Ja, is het best hoor. En u heeft er ook genoeg van. U werkt ook mee aan de uitzoeken van de pakketten. Ja, zeker. En als je vermoeid bent, wat doet u? Wat doet u? Nou, de pakketten rijden. En nu naar de derde verdieping brengen. Oh. En valt de hoeveelheid mee? Ja, ontzettend. Ja? Nou, reusachtig. Ja. Stiekem al wat geproefd? Ja, proef mag wel, maar Thuis natuurlijk. Ja, ja. Dames en heren, ik hoop dat we u een kleine indruk gegeven hebben hier van de aankomst en de verdeling van het eten dat door de geallieerde vliegtuigen is uitgedeeld. Ik heb hier nog een van de meisjes die altijd de vol scheppen. Ik heb niet wel verteld, is hoeveel borden scheppen hier per dag voor ongeveer? Hoeveel? Weet je dat niet? Nou, in elk geval heel wat, hè? Ja. We zullen hopen dat we een zachtelijke tijd kunnen volhouden. Dames en heren, we zullen maar zeggen tot de volgende keer. We hopen u vlug weer eens wat nieuws te kunnen laten horen. En liever gezegd, dit nieuws dat de levensmiddelen uitgereid kunnen worden. Dus tot dan.